dat ze wel weer terugkomt. Want we gaan plaatsmaken voor de volgende. Onlangs heeft de Twentse Voedselbank 18.000 euro gekregen. Een gift van de gezamenlijke Rotary's Hengelo Enschede Haaksbergen. Maar een voedselbank heeft natuurlijk best wat uitgaven. Daarom kunnen gulle giften altijd goed te pas komen. Twee wijkteammedewerkers, Maud Bakker en Lin Huls, zijn daarom een actie begonnen. En hebben geld ingezameld voor de voedselbank ook. Dat geld hebben ze vanochtend overhandigd. Maud is bij ons in de studio. Welkom. Dankjewel. Je hebt het gevonden. Ja, het was ontzettend druk. Dus ik ben blij dat we het gehaald hebben. Ja. Hoeveel geld hebben jullie gedoneerd? Wij hebben 500 euro gedoneerd. Ja, dat is totaal een gift vanuit echte wijkteammedewerkers zelf. Niet vanuit de wijkteams, maar vanuit... Ja. Ik ga heel even de microfoon iets verplaatsen. Ja, dat mag. Zou ik willen proberen om er iets wat dichtbij te blijven, ja, kan ik goed horen. Ja. We hebben wat foto's meegenomen van die overhandiging, zo heet dat, hè? Ja, de check. Ja, precies. En hoe hebben jullie die 500 euro bij elkaar gehaald? Nou, we hebben, zoals je ziet, ik heb een trui aan. Wij werken in de wijk West. En we hebben altijd al gezegd, we willen graag merchandise eigenlijk wel hebben van onze Westside, zoals wij het noemen. En toen dachten we, dit is de uitgeliste kans, gaan we doen. Om toch ook meer, omdat iedereen thuis werkte, de verbinding met elkaar op te zoeken. En toen dachten we, ja, dan moeten we eigenlijk ook eigenlijk wel een goed doel aan verbinden. En toen kwamen we eigenlijk bij de voedselbank uit. Omdat het nou gewoon wel heel erg nodig is dat er geld aan gedoneerd wordt. Dus vandaar dat we bij de voedselbank zijn uitgekomen. Ja. Maar hoe hebben jullie het geld bij elkaar gehaald uiteindelijk? Nou goed, we hebben dus een mailtje eruit gedaan van, goh, weet je, we hebben een actie bedacht. En aan onze collega's, eerst in West en toen Staatsbreed, van, goh, zouden jullie ook zo'n leuke trui willen? Of willen jullie graag een muts of een pet of iets in die richting? Toen konden ze bestelling bij ons doen en dan konden ze vrijwillig keuze maken of ze ook 5 euro wilden doneren aan de voedselbank. En vrijwel iedereen die zei daar ja op. Dus toen zijn we tot dit mooie bedrag gekomen, ja. Dus lopen nu ook allerlei mensen met deze truitjes rond? Ja, als je ziet lopen, dat hoort bij onze actie. Daar zijn jullie verantwoordelijk voor? Ja, daar zijn wij verantwoordelijk voor, ja. Die wijkteams eigenlijk, hè, waar jullie bij zitten, wat is dat eigenlijk in het kort? Ik zal proberen kort en bondig te zijn. De wijkteams zijn eigenlijk hulpverleners die ingeschakeld kunnen worden welke vraag je ook eigenlijk hebt. Financiën, sociaal-emotionele problemen, nou, noem het eigenlijk maar op. Wij krijgen dan een aanmelding binnen en wij gaan dan samen met je kijken van, goh, weet je, wat past het best bij jouw hulpvraag? En dat gaan wij dan of uitzetten of uitvoeren, ja. Maatschappelijk werkers, sorry. Eigenlijk valt dat wel onder maatschappelijk werk, ja. En dat is dan gewoon kosteloos voor de mensen? Kosteloos, ja, weet je, het valt onder, ja, het zijn indicaties vanuit de gemeente, ja. Okay. Dus wat dat betreft, als er een probleem is, ja, nu hebben we geen inloop in verband met corona. Maar over het algemeen hebben we best 2 keer over in de week een inloop van 9 tot 10. Met je al je vragen kun je eigenlijk wel binnenlopen. Ja. Dan staat iemand je te woord. Ja. Nou, vandaag dus die gift aan de voedselbank vanuit jullie, 500 euro. Wat was hun reactie? Ja, heel leuk eigenlijk wel. Gewoon heel dankbaar van, goh, weet je, wat leuk dat jullie dit gedaan hebben en aan ons gedacht hebben. We hebben ook nog even een korte rondleiding gehad, was ook wel heel erg leuk. Dus daar hebben we ook zelf met eigen ogen kunnen zien waar het geld naartoe gaat. Ja. Wat gaan ze ermee doen? Want je zegt al, van, we hebben gezien waar het geld naartoe gaat. Maar gaan ze er dan speciaal nog, sinaasappels voor kopen? Of heb je daar iets van gehoord? Nou, en over het algemeen krijgen ze het voedsel krijgen ze dan aangeleverd. Dat betalen ze niet. Ja. Maar weet je, het wordt gebruikt. Dus ze moeten ook weer verhuizen helaas. Dat wordt ook voor de verhuizing betaald. Zaken die geregeld worden. Er zijn hele grote koelingen voor het brood en de taten en alles wat er omheen zit. Het vers voedsel. Om dat koel te houden. Ja, die gaan ook nog wel eens kapot. Dus dat ze in ieder geval wat achter de hand hebben ook om dat te kunnen repareren. Ja. Nou, dat is 500 euro altijd welkom. Zeker. Mocht u nog een keer een actie zoeken. Ik kan ook nog wel wat geld gebruiken. Nou, heel goed doen. Moet je naar de voedselbank, Niels? Ja, ik wou net zeggen. Ja, die hebben net weer 500 euro. Ja, maar dan pak ik het van hun af. Dan. Ja. Ja, maar misschien kunnen we shirts laten drukken met iets van Furring Side. Ja, op Niels de Winterdoor vind ik ook een mooie. Ja. Maud Bakker van de wijkteams in Enschede, dankjewel. Heel graag gedaan. Jullie bedankt.